Op een normale, onbewolkte dag warmt de zon het aardoppervlak en de lucht er vlak boven weer op. En in de nacht koelt het weer ongeveer net zoveel op als dat het overdag is opgewarmd. Dit ritme tussen het opwarmen en afkoelen noemen we in de meteorologie de dagelijkse gang. En die dagelijkse gang kan behoorlijk worden verstoord door bewolking. Overdag wordt het daardoor juist minder warm en 's nachts gaat de temperatuur juist een stuk hoger uitkomen. Hoe zit dat? Klinkt misschien vreemd, maar net als dat de zon warmte uitstraalt, doet de aarde dat ook. Overdag straalt de aarde minder warmte uit dan ze van de zon ontvangt en dat betekent dat het dus opwarmt. 'S Nachts straalt de aarde nog steeds die warmte uit, maar ontvangt ze geen warmte van de zon, dus dan koelt het weer af. En dit ritme is normaal gesproken in evenwicht. Wanneer overdag bewolking aanwezig is, wordt de inkomende straling van de zon deels geblokkeerd. Het wordt dan weer kaats via de bewolking, minder daarvan bereikt het aardoppervlak en daardoor warmt het juist minder op dan wanneer het strak zonnig zou zijn. In de nacht is dat precies andersom. De aarde straalt de warmte uit, maar die uitstraling wordt dus weer weerkaatst door de bewolking en bereikt vervolgens weer het aardoppervlak. Daardoor blijft die warmte als het ware onder de bewolking hangen en koelt het dus een stuk minder sterk af dan wanneer het onbewolkt zou zijn. En daar komt dus de uitspraak vandaan dat meteorologen wel eens zeggen dat 's nachts de bewolking als een dekentje functioneert.